Bijzonder duo voor de camera, Guido van der Valk en Martijn Pelig. Guido, Martijn heeft voor jou gecaddied deze week. Hoe ging dat? Ja, op het manklopen nou, ging dat heel erg goed. Manklopen, Martijn? Ja, de knieën zijn niet al te best meer. Het zal met ouderdom te maken hebben. Hoe vond jij het zelf gaan? Nou, hoe het ging, dat zal je echt aan Guido moeten vragen. Maar ik vond het een heel bijzondere ervaring. Als journalist ben je vaak dicht bij de spelers. Je staat regelmatig binnen de touwen. Maar om echt onderdeel uit te maken van een wedstrijd op de Europese Tour, dat is bijzonder, dat is apart. En hield Martijn zich een beetje aan de drie geboden van het caddy zijn, Guido? Ja, dat deed hij heel goed. Nou, hij heeft het gewoon goed gedaan. Ik bedoel, hij heeft de bunkers mooi aangewerkt. En daar waren er veel. En hij doet dat heel goed. Hij heeft genoeg ervaring met in golf, zeg maar, om het snel op te kunnen pakken. En dat is mooi. En die bakstenen die er in de tas zaten, heb je daar nog last van gehad? Nee, ik heb hem heel goed gecontroleerd. Ik had wel het gevoel dat er met nog 3-4 halve spelen iemand aan die tas hing. Maar dat bleek toch gewoon daadwerkelijk de conditie te zijn. Het is jammer dat het maar 2 dagen duurde. Ik had graag nog 2 dagen baksteencontrole gedaan. Guido, voor herhaling vatbaar? Ja, ik denk het wel. Ja, als de knieën oké zijn volgend jaar dan wel, denk ik. Ik vond het wel leuk. En des te meer ervaring, des te beter het wordt, toch? Goed zo, dank jullie wel.